lust echt geen pasta. Courgette. Mosselen. Spruiten. Ugh. Champignonnen. Echt vies. Ja, veel dingen niet lusten ligt vaak niet aan jou. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat het voor een groot stuk erfelijk bepaald is. Lusten je mama of papa niet veel, dan is de kans groter dat jij ook niet zoveel zal lusten. Over het algemeen, iets dat er vies uitziet. Ik proef er wel eens van, maar mosselen echt. Ik lust echt bijna geen enkele pasta. Ik wil dat wel eten, maar ja, dat raakt gewoon niet binnen. Dat is alsof mijn bord oneindig is. Ik vind vis een rare nasmaak hebben. En chocola, sommige chocola's vind ik wel lekker, maar zo donkere en witte echt niet. Maar het is niet omdat je nu sommige dingen niet lekker vindt, dat je ze nooit lekker zal vinden. Je kan sommige groenten of fruit, vlees of vis ook leren eten. Zo'n drie hapjes of zo moet ik dan proeven, tenzij ik het op hun bord leg als zij even naar het wc zijn of zoiets. Vroeger lust ik totaal geen broccoli, maar nu heb ik het geleerd om te eten. Ik eet geen tomaten en geen champignonnen. Mijn mama lustte dat vroeger ook niet, maar ik denk wel dat dat nog komt, want zij heeft dat ook leren eten. Het is daarom belangrijk dat je veel blijft proeven en proberen. Zo leer je nieuwe smaken kennen en leer je ze misschien toch lekker vinden. Gewoon blijven proeven, maar als je het echt niet lekker vindt, dan moet je gewoon het niet meer doen. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.